Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben Brigitte en je kijkt naar mijn Craft Mix video. Alles ligt hier bij mij door elkaar in een bak. Had ik het verzameld van de laatste paar weken. En ik zal wel vermelden waar ik het heb gekocht, maar het komt dus wel helemaal door elkaar. Het zijn eigenlijk alleen maar dingetjes die ik hier in de lokale winkels heb gekocht. En met lokaal bedoel ik dan een Action, een Vibra en een Kick, denk ik. Er komt deze week een AliExpress bestelling binnen en ik heb bij Craftelier besteld in Spanje. Want ik heb me weer eens opgegeven, dat is lang geleden en ik had er zoveel zin in een swap. En dat is een swap gehost bij Chloe, de Rainbow Crafter op YouTube en op Instagram. En het is een swap waarin we één groot embellishment gaan maken in een herbruikbare verpakking. Sequin mix, nog één ding en voor de rest is alles vrij. Thema's ook vrij en ja, ik wil zo graag weer eens lekker aan de swap meedoen. Dat is zo leuk om te doen en zo leuk om te krijgen. En volgens mij zijn er nog plekjes vrij en kun je je daar nog voor opgeven. Ik zal proberen te onthouden om haar Instagram pagina te linken, zodat je dat kunt opzoeken mocht je daar ook interesse in hebben. Dan gaan we nu snel beginnen. Het eerste wat ik jullie wil laten zien is deze. Oh ja, ik weet het weer. Dit heb ik bij de Aldi gekocht. Ja, ik wilde boodschappen gaan doen vorige week. En ik ga eigenlijk altijd hier bij Nettorama. Die hebben wij hier, dat is een fijne winkel. En ja, ik kom er altijd graag. Ook prijstechnisch leuk. En we zijn hier met zessen, waarvan twee heren van 21. En dat zijn grote eters, geloof me. Dus daar word ik altijd heel blij van om daar boodschappen te doen. Maar daar hebben ze heel weinig parkeerplek altijd. En ik was daar zaterdag en er was nergens plek om je auto te parkeren. En ik ben dan wel iemand, ja, dan heb ik geen geduld om daar een keer voor terug te komen. Of te gaan staan wachten. Toen ben ik naar een andere winkel gereden. En dat was de Aldi in dit geval. En kijk, ik zag daar deze. Ik vond ze zo schattig. Ik denk niet dat ik ze nu ga gebruiken meer. Maar ik bewaar ze dan voor volgend jaar voor een swap of zo. Maar hoe schattig zijn deze zakjes? Ze zijn helemaal teddy. En ze hebben dus van die konijnenoortjes. Dat is toch te lief. Zo, zo cute. Dus ja, die kocht ik bij de Aldi. Dus ik dacht eerst Kik, maar dat is niet zo. Het was de Aldi. Dan ben ik verder nog bij de Vibra geweest. Daar kom ik eigenlijk iedere week wel. Omdat dat bij mij gewoon om de hoek is. Het eerste wat ik nog nodig had waren wenskaartenzakjes. Ik heb wel de kleinere vierkanten, maar ik wilde wat grotere. En ik zag deze ideaal. Jullie weten het wel, hè? 1 euro per stuk. Voor hoeveel? 50 stuks, dus ja, daar word ze ook heel blij van. Verder was ik helemaal geïnfluenced door Marije, Scrap Hamster, jullie kennen haar vast. En zij had deze tasjes ook bij de Vibra gekocht, de uitdeling cadeautasjes. Je krijgt er 6 voor 1,19 euro. En ik vind dit zo heerlijk vrolijk, lekkere vrolijke stippels. Die kun je overal voor gebruiken, en zeker voor lente en zomer en verjaardag. Dus ik dacht, ja, die wil ik ook hebben. Ze zijn best wel stevig. Je krijgt er dus 6. Dus ook wel weer een leuke hoeveelheid. En ik zag ineens dat ze bloemen hadden. Ja, die hadden ze wel langer bij de Vibra. Maar deze had ik nog niet eerder gezien. En dat zijn deze stoffen. Ja, dit zijn er maar 6 voor 1 euro. Hoor. Dus het is niet echt specifiek heel goedkoop. Maar ik vond ze wel heel erg mooi. En vooral die kleurtjes vind ik geweldig. Dus dat waren deze. En ik zag ook nog deze. Kijk hoe schattig. Ze zijn helemaal van stof met zo'n kunststof laagje erop, zeg maar. Helemaal iridescent en dan in het roze en in het wit. Dan mag ik ze mee. Ook deze 1 euro. En hoeveel zijn het er? Staat er niet bij. Ik denk een stuk of 10 als ik zo kijk. Gaaf, hè? Ook weer super leuk voor de zomer en voor de lente. Dan zag ik ook, had ik ook nog niet eerder gezien, dit lint met van die tessels eraan. Zie je dat? Dus aan het lint hangt nog een touwtje en dan komt de tessel. En het was natuurlijk de meest geweldige kleuren. Totaal passend bij alle Maggie Holmes, bij bijna alle lente zomercollecties. Ik heb digitaal ook een collectie aangeschaft. Nu ben ik het weer even kwijt welke het is. Daar kleurt deze ook helemaal perfect bij. Dus ja, ik vond ze zo leuk. Ik denk, ook die ga ik eens uitproberen. Leuk onderaan een album of op een kaft van iets. Geweldig. Dat zijn deze. En wat ik dan ook nog zag, waren deze houten knijpertjes. Ze zijn eigenlijk in een babystijltje. Kijk, deze is er al af, maar die kan ik natuurlijk teruglijmen.
in een babysteltje. Maar ook dit is natuurlijk super leuk om voor allerlei andere projectjes ook te gebruiken. Lief, hè? Ze hebben allemaal die gezichtjes. Lijkt een beetje het Caroline-steltje. Dus ja, dat was die. En dan... Oh ja, was ik ook nog in de stad geweest vorige week. En was ik ook bij de Solo geweest. En het enige wat ik daar zag, wat ik mee wilde nemen, waren deze houten bijtjes. Superleuk voor de zomer. Je krijgt er ongeveer 30. Kijk hoe schattig ze eruit zien. Zit er al een stickertje op. Ik heb ook die lieve heersbeestjes. Die heb ik laatst op die backtoppers gebruikt. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. En ja, deze zijn natuurlijk ook super schattig. Dus die nam ik mee bij de Solo. Het enige wat ik dan nu nog heb om jullie te laten zien zijn twee paperpads van de Action. De Eat Some Cake and Enjoy the Day en de Dream in Colors. Ik dacht een pad te kopen die ik had gezien bij een van mijn Caroline collega's. Bij Sophie uit België. En ik dacht dat ik de juiste had, maar toen ik weer terugkwam en eens even goed ging kijken was dit niet de juiste. Maar deze vond ik ook wel super leuk. Maar die andere is denk ik nog niet verkrijgbaar in Nederland. Deze heet dus Dream in Colors, 26 sheets, 2x13 designs, 220 gsm. En er zit ook glitter in blijkbaar. Ik zet even deze aan de kant. Altijd zo lastig om te laten zien. Kijk, ik ga even snel een flip-through doen. Ze zijn enkelzijdig zoals je wel ziet. En dit zijn dus hele schattige bliksemflitsjes. Ze hebben ook een beetje een andere textuur, vind ik, als sommige andere paperpads. Ze voelen een beetje, ja, ik weet niet, een beetje mat aan. Niet zo glanzend. Ik vind het echt heel fijn. Ik hou niet zo van glanzend papier. Regenboogjes. Maar het gaat me dus vooral die kleuren. Dat is toch geweldig. Daar word je toch zo blij van. En vrolijk. Deze gebruik ik vaak niet. Deze vind ik ook super. Ruitjes altijd goed. Deze is ook grappig. Het is gewoon een paperpad waar je lekker vrolijk en blij van wordt. Deze is ook leuk met de streepjes, gelijk een regenboog. Dit is groen met gele smileys. Vind ik zelf mooi. Is niet mijn favoriet. Deze hou ik wel van. Geel met daisies, madeliefjes, lieve. Is ook schattig. Hier weer een pagina met sprinkles. Ook altijd leuk te gebruiken. Hier hebben we een soort, ja, is het een tijgerprintje? Paars met wit. Ook nog wel leuk te gebruiken. Wat paarse met witte wolkjes. Een vrolijke streep. Blauw met allerlei gekleurde hartjes. Mooi klein patroontje. En ik denk dat ja, dat was de laatste. Dus dit is de Dream in Colors. De enige andere die ik nog leuk vond, en er lagen nog wel, best nog wel wat meer nieuwe blokken hoor, was deze. Eat some cake and enjoy the day. Nou, de kleuren spraken me natuurlijk alweer gelijk aan. Jullie weten het, hè, pastel. Maar het is ook weer in het verjaardagsthema. En ja, dat is altijd goed, hè. Deze zijn overigens wel dubbelzijdig. Kijk, een mooi cirkeltje met een geel bannerprintje en een ballonnetje. Heel moeilijk te zien. Het is zo fijntjes. Deze vind ik ook heel gaaf. Een ruitje met een regenboog verloper over. Maar het is heel, heel zacht, zie je wel. Bruin met een streepje. Deze vind ik dan weer wel heel erg leuk. Die ga ik zeker wel gebruiken. Die kun je gewoon aan een cadeautje hangen. Dat is toch geweldig. Als je even snel iets leuks wil hebben aan je cadeautje. Dit is een beetje groen met een printje. Maar dan een beetje een blauwgroenige. En een stippeltje. Die vind ik ook weer heel top. Kijk. Ja, de kleuren komen moeilijk over omdat ze zo licht zijn. Wacht even, mijn rol uit verder open. Hier heb je een print, er staat hoeree op. Je kunt het bijna niet lezen, zo fijntjes is het. Maar het is dus een scriptje. En hier hebben we weer een klein sterretje. Deze ga ik waarschijnlijk nooit gebruiken. Maar hij zit er wel in. Deze vond ik ook leuk. Kijk, het is eigenlijk muzieknootjes met verschillende teksten en of verschillende kleurtjes. En de teksten Happy Birthday to You erbij. En dit is roze met een heel klein bloemetje. Hier is ook weer een bliksemschichtje met wat kringeltjes erbij. En weer een hele mooie gele. Met konijntjes. Hier staan overigens konijntjes op. Die kun je ook nog wel voor Pasen gebruiken. Hier zijn weer wat van die cutterparts. Groen met een hartje en een kringeltje.
En dit zijn smiley faces. Nou, ik geloof niet dat het overkomt op camera. Kijk hoe schattig, wel heel leuk. Mini smiley faces, maar dan zonder het cirkeltje eromheen. Het is weer een effen groen met een klein beetje een reliefje erin. En volgens mij, dit zijn ook weer, dus ja, dit, nou gaat het zich herhalen. Dus dat was deze. En ja, kijk, die kleuren vond ik gewoon top. Wel feestelijk, maar dan weer niet fel. Ik vind die vellen wel leuk, ook zeker heel leuk. Maar voor sommige mensen, of voor oudere mensen, is het juist mooi als het weer een beetje wat meer bedekt is. Dus dan was dit alles wat ik vandaag voor jullie had om te laten zien in mijn haul video. Ik weet niet of jullie mijn laatste paas lente video hebben gezien. Daar had ik nog van die gezellige paas labels in gemaakt. Met de stansen van Caroline, de mini slimline tag. En ja, als ik deze video opneem, dan is het bijna Pasen. Aanstaande zondag en maandag is het Pasen. Het is vandaag maar ook weer maandag. Dus ja, super leuk. Die had ik gemaakt om bij de cadeautjes van de kinderen te doen. En van man lief. Lief, hè? Zo schattig. Maar ja, ik heb dus eigenlijk... Nee, ik kan in deze Craft Mix video niets laten zien wat jullie nog niet gezien hebben in mijn andere video's. Nee. Nee, ik denk niet. Dus dat was dit voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten wat jullie mijn leukste aankoop vonden. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Groetjes!